En jullie krijgen de groeten van de heren en de dames van het Inspectie voor Leveringen en Transport. Dankjewel KPN voor het sponsoren van dit geheel, onze partner, et cetera. Goed, mijn naam is Wilfried Hofman. Ik mag wat vertellen over deze casus. Ik ben zelf een van de oprichters van Timeless. En wij zijn vorig jaar gestart. Ik ben samen met mijn collega Michael en Reinier. We zijn nu 20 man groot. Kantoor in Duitsland, Nederland, in UK. Dit zijn onze partners. En dit is eigenlijk wat we doen. Oh, chips. Het gaat dus. Oh, chips. Oh, het gaat in één keer. Oh, je... Er zaten allemaal zulke mooie animaties in. Oh, gos. Oh, gos. Oh, vandaar ik zo. Ik dacht. Daar zijn ze over slides. Nou, oké. Okay. Goed, dit is wat wij doen. We leveren end-to-end oplossingen voor enterprise. Dus waar we rekening houden met legacy. Dus niet een los blockchain dingetje, maar wat geïntegreerd is in, ook in bestaande infrastructuren. En we redeneren vanuit de bestaande organisatie. En het moet een end-to-end oplossing zijn. Dus niet losgezongen. Dat is een beetje het speelveld. Permissions, een duidelijke keuze, maak je wel gebruik van de technologie. Maar vooral in de permissionomgeving en voting als consensusmechanisme. Een paar basisfunctionaliteiten en wat we al ontwikkeld hebben is voor het CIB bijvoorbeeld. Dat heet Ewout, onze opdrachtgever. De visa in de blockchain. En voor Grant Thornton, UK. Een secure document sharing, dus ook net opgeleverd. Wat zij gaan gebruiken om met hun klanten op een beveiligde manier documenten te delen. Met de tracking tracing, ook in kaart van auditing, forensic investigations, heel belangrijk. Maar andere onderwerpen nu over het afvaltransport van gevaarlijke stoffen. Het is het login-schermpje van de applicatie, wat dus vanuit de achterkant, zeg maar vanuit de backend, is ontwikkeld. Maar even, wie kent eigenlijk het inspectie? Ja. Verantwoordelijk voor de duurzaamheid van ons leefomgeving. Vandaar dat ze ook controleren op Legionella. Ook verantwoordelijk zijn voor afval. En natuurlijk het transport. Dan denken we eerst aan het transport over de weg. Water, maar ook luchtvaart. En sinds de parlementaire enquête ook nog verantwoordelijk voor het toezicht op de woningcorporaties. En mind you, ze hebben wel heel veel bevoegdheden qua opsporing. Dus je bent gewaarschuwd. Dat kan ik wel straks van buiten de presentatie zo vertellen. In mijn oren die tuiten wat ze mogen. Goed. Ze wilden graag leren. Kennis opdoen, ervaring opdoen, een pokje ontwikkelen rondom vergunningverlening, smart contracts en wat de meeste organisaties doen. Je begint een beetje met innovaties in het bekende terrein. Bekende producten, bekende markten, niet te ver af. Efficiëntie verbeteren in je eigen bestaande proces om dan te leren en de grote sprong te maken. Helemaal niks erg. En ze kozen dus voor het grensoverschrijdend vervoer van afval. 650.000 transporten op jaarbasis. En als je allemaal bij wijze van spreken in zo'n vrachtauto zet. Ik heb het even uitgerekend. 11.000 kilometer. En Lusaka is 500 kilometer verderop. Maar ach, die afronding vergeef ik me vast wel. 3.000 vergunninghouders. Partijen die afval mogen vervoeren. En 110 miljoen aan bankgaranties per jaar. Was een bankgarantie. Dus als iemand afval ergens aflevert en wanneer dat niet correct is, moet men ook in staat zijn om weer terug te nemen. Anders krijg je het befaamde dumpgedrag. Het is er nu toch en ga je het ook maar verwerken ook. Nee, je moet ook betalen voor het terugvervoer. Proceskenmerken door veel partijen in binnen- en buitenland. Waarbij je duidelijkheid moet hebben over de rechtmatigheid van vervoer, de juistheid van vervoer en dat de documentenstroom overeenkomstig is met hetgeen wat fysiek vervoerd wordt. Er zit een heel proces achter waarbij het vervoer moet worden gemeld, wat moet voldoen aan condities, maar ook wat dan past binnen een vergunning. Een vergunning betekent, ik mag als AkzoNobel 20.000 ton chloor vervoeren in maximaal 10 transportbewegingen. Zo plat is het. X aantal transportbewegingen, zoveel ton, die stof. En ik geef ook aan met welke vervoerders ik dat doe en waar ik het naar vervoer. Kortom, dat is te categoriseren. En wat je eigenlijk wil, is dat je doordat de
transparantie en vertrouwen wordt ontwikkeld, je efficiëntieverbetering krijgt binnen de hele keten. En toen we er ook over hadden met de transporteurs, zeiden ze, dit willen we. Niet eens de ILT, maar de transporteur zeiden het zelf. Dan zijn we zo meteen af van al die papiertjes waar een transporteur, een vrachtwagenchauffeur mee zit, waar de koffie overheen komt, waar je problemen krijgt met de inspectie, et cetera. Wanneer de tijdslijnen niet correct zijn, iedereen werkt op dezelfde database die transparant wordt gedeeld. En ook waarbij dan de condities middels smart contracts worden geregeld, zodat ook daar ook geen discussie meer over bestaat. Vooral het voorkomen van discussies, voorkomen van gedoe. Wat hebben we gedaan? We hebben het proces gemodelleerd middels Node-RED. Het is open source van IBM. Daar hebben we onze eigen dingetjes op ontwikkeld. En het is gewoon een heel mooi modelleertool, waarbij je doordat het voorgedefinieerde functionaliteiten zijn, je qualitative code hebt, maar ook het eigenlijk, ja, ik kan het ook. En als ik het kan, nou ja. De processflow ga ik even heel snel met u door, want ik heb niet zoveel tijd meer, geloof ik. Toezichthouder, vergunninghouder, transportbedrijf en ontvanger, verwerker. Wat doen die allemaal? In de normale sheets ging dit heel mooi door. Want werd het transport beschouwd als een digital asset wat overgedragen werd in het proces. Zodat ik ook duidelijk kon aantonen wie op welk moment eigenaar is van dat transport. Voor je tracking en tracing. Toezichthouder geeft vergunning af. Er wordt in de blockchain gezet. Hier zie je zeg maar de condities. En alles wordt uniek versleuteld. Ik heb het hier expres laten versleutelen. Zodat je niet ziet dat er gewoon via vertaaltabelletjes. Maar dat je kunt zien dat elke registratie uniek is middels de hash. De vergunning wordt aangemaakt. Bladibla. De vergunninghouder geeft aan. Hé, hey, ik heb er eentje bij gekregen. Hij gaat een transport aanvragen. Je kunt dat ook zien wat er dan met de verschillende transporten is gebeurd. Transport wordt aangevraagd. Naar wie gaat het? Wie is de transporteur? En hoeveelheid wordt nu vervoerd? Dan zie je hier voor de melding. En de oplettende lezertjes kunnen zien dat na de melding het transport bij is. En het smart contract is in werking getreden. En het vervoerdienst is afgehandeld. Ja, is dit nou zo moeilijk? Ja, maar ja, wel als je het heel gedistribueerd gaat doen. Etcetera. Transportfirma. Je gaat dan rijden. Ziet in één keer dat dit op zijn staatje staat. In zijn onderdeel. En kan het gaan overdragen. En je ziet dat dit transport uniek geïdentificeerd wordt. Bij de verschillende partijen. Hij levert het af. In dit geval bij de verwerker CITA. Etcetera. Zo. En dan wordt het zo afgehandeld. Dit is nog even, noem je dat, vrij plat. De volgende stap is dat we nog verder gaan. Dat je met sensoren, die dingen worden nu al gewogen. Bij de verwerker wordt dan de wagen op de weegbrug gezet. En ping, identificatie vindt plaats. En de smart contract realiseert wat er werkelijk is afgeleverd. In het positieve en het negatieve. Dus dit is het vervolg. We hebben de backend staan. In het buitenlands vervoer, by the way, als het niet naar het buitenland gaat, dan kan het voor nationale doeleinden worden gebruikt. En in één keer heet het dan die meer afvaltransport gevaarlijke stoffen, maar het landelijk meldpunt afvalstoffen. Zelfde functionaliteit, maar herbruikbaar. Wat we nu ook aan het doen zijn, is een production guide. Waar moet je nu op letten bij de implementatie? Daarmee zijn we natuurlijk wel vooraan in het traject, ook hier in Nederland. Wat moet je nu regelen om op te schalen? Wat moet je regelen in kader van regelgeving, et cetera? Nog heel veel witte vlekken, blinde vlekken, maar we hebben ze wel geadresseerd, ook voor de besluitvorming. Hoe zit het met kostenverdeling? Hoe zit het daar met die samenwerking met de buitenlandse partijen? Hele lijst die we nu aan het invullen zijn. Je zag het al, het is een beetje achterkantwerk. We zijn nu bezig met de frontend. Die is al op zich al gemaakt door een partij. Zodat je met een mobieltje die vergunningen in kunt voeren. De uitvraag is nu gedaan dat de koppeling gaat plaatsvinden met de backend zoals wij die hebben ontwikkeld. En zou er zoiets, dit is toevallig door Safety Changer ontwikkeld voor de ILT, dat dit wordt gekoppeld met ons backend. En dan heb je een heel mooi, sexy systeem. En daarna moet er worden gehost, tekstinfrastructuur. Daar zijn we bezig met KPN om dat te hosten via de infrastructuur, de clouds die KPN dan levert. Twee sheets geloof ik nog. As we speak is ILT nu bezig met de roadshow.
We zijn nu bezig in België om dit te bespreken. In augustus komen de Duitse collega's om dit in breed verband dan verder te ontwikkelen. UK gaat ook meedoen. En tot slot een quote van Jan van der Bos, een grote pleitbezorg van blockchain, die vooral zegt dat we vooral doen. En aldoende leert men. En dat zou ik jullie ook mee willen geven. Dit is Kaas van IoT. Dankjewel.